Inmiddels ingebeld Geert den Oude. Hartstikke mooi dat je er bent. We gaan het zo natuurlijk uitgebreid met jou hebben over hoe het nou is om eigenlijk te stoppen met voetbal. Maar voordat we dat gaan doen, hoe is het met je? Je bent net vers vader geworden, pasgeboren zoontje. Ja, tot op 5 minuten geleden lag Levi even mij op schoot. Want als wij Levi eventjes alleen laten, nou dan breekt hij al los. Dus als hij bij schoonouders is geweest, dan wordt hij heel erg verwend. Ja, en dan komt hij thuis en dan is natuurlijk dat strenge regime hier. En ja. Dan gaat hij huilen. Nee, maar dat gaat hartstikke goed verder met hem. Ja, maar ja. Wel een streng regime dus. Een beetje wat je geleerd hebt van Robert Maaskant. Dat het regime van Robert Maaskant, dat kunnen we nog niet op Levi loslaten, want daar is hij te jong voor. Ja, dat was meer heel veel zelfdiscipline. Nou ja, Levi heeft alles behalve zelfdiscipline. Hij gaat echt hartstikke goed. En weet je, we hebben een soort vinklijstje gemaakt. Dat als hij begint te huilen, zo van nou, dit is goed, dat is goed. Zijn luier is schoon, weet je, enzovoort enzovoort. En als hij dan ook nog genoeg aandacht heeft gehad, dan weten we dat we ook wel eens eventjes gewoon kunnen laten liggen. Lekker. Nou, klinkt goed. We zijn natuurlijk net newborn ouders ook, dus je weet nog niet zoveel. Maar nee, Levi gaat hartstikke goed. Hij schrijf je mee? Ik zei ja. Nee. Ja. Ja. Niet dat ik weet in ieder geval, Geert. Dus. Oké. Okay. Maar je twijfelt nog. Nou, de snijboom blijkbaar, ik niet. Geert, okay. Je hebt natuurlijk een prachtige voetbalcarrière gehad. Maar waar ik in eerste instantie heel erg benieuwd naar ben. Dan heb jij, 12, 13 jaar profvoetbal gespeeld. En dan op een dag word je wakker, je contract is net afgelopen en het is klaar. Hoe gaat dat dan? Hoe voel je je dan? Voor mij was het natuurlijk geen verrassing dat ik ging stoppen. Het was een besluit wat ik met veel overtuiging genomen heb. Sterker nog, ik had nog wel eventjes door kunnen gaan. Maar weet je, ik wilde op een gegeven moment niet meer. Ik wilde eigenlijk het hoogste niveau alleen spelen. En we kwamen met het avontuur terug uit de Verenigde Staten, met Oscar Moens onder andere. En toen kon ik naar Sparta, die speelde in de eerste divisie, maar had ik eigenlijk geen zin meer in. Ik wilde of in de Eredivisie spelen of niet. En toen heb ik gezegd, oké, dan stop ik. Ook omdat misschien ook wel, en jullie hadden het al eerder over een zwart gat gehad. Dat had ik voor mezelf niet. Weet je, tijdens mijn carrière ben ik al begonnen met het werken in vastgoed. Het kopen van appartementen. Wat voor mij een toekomst was na het voetbal. Dus voor mij was het geen moeilijk moment of zo. Nee, het was meer eerder zo van zo. Hè, nu heb ik een jaar, en dat heb ik ook gedaan, een jaar gewoon niks te doen, geen afspraken. Want je zag er niet tegenop. Was niet dat je dat laatste jaar al een beetje er tegenop zag van, misschien volgend jaar sta ik hier niet meer op het trainingsveld en wat ga ik het missen? Nee, dat niet. Omdat ik die overtuiging voor mezelf had dat ik op het hoogste niveau wil spelen. Ik heb nog wel een half jaar daarna kreeg ik een telefoontje van Louis van Gaal. Was in december of ik voor het tweede elftal van Bayern München wilde komen spelen. Louis, hard. Ja, we kennen elkaar goed en meer dan goed. Dus dat is ook privé, zeker in die tijd. En ja, hij wist wat ik kon. En hij zegt, ja, jij bent voor mij voor dat elftal. Je hoort ook gewoon bij Bayern München verder. Maar om voor de tweede elftal te gaan spelen. Ik heb dat toen niet gedaan, omdat ik al een aantal maanden gestopt was. En privé dacht ik, ja, moet ik dat nou wel of niet doen? Achteraf denk ik, nou, daar heb ik misschien wel spijt van dat ik dat niet gedaan heb. Wat vet was dat geweest, Geert. Holy shit. Moet je nagaan als de eerste drie spitsen geblesseerd waren geraakt. Nee, dat is zeker waar. En Louis is ook iemand die, omdat hij vertrouwen heeft in iemand, dan geeft hij ook de kans. Kijk maar naar die jongen die nu nog steeds bij München speelt. Die Louis uit de amateurwereld heeft gehaald. Thomas Müller, toch? Thomas Müller, precies. Ja. Maar ja, het was gewoon die fase. Ik heb toen die beslissing genomen. Achteraf denk ik, had het maar gedaan. Robben Ribéry den Oude. Ja, dat was hard geweest. Ja, nee, maar ja, dan moeten ze wel die bal inleveren natuurlijk. Weet je, af en toe een keer een voorzetje geven. Ja. Daarom heb je het ook niet gedaan, toch? Je dacht, ik krijg die bal precies, niet van die Robben. Ribéry en Robben, die gingen alle voor hun eigen succes. Zo maak je wel eens keuzes, ja. Maar je had het erover dat je tijdens je carrière dan al begon met vastgoed, hè? Maar bedenk je dat dan zelf? Is er iemand in, want heel veel spelers doen dat natuurlijk niet. Nou,
Dat heeft wel een beetje met je... Nee, dat heeft helemaal niks eigenlijk met mijn collega voetballers te maken. Dat heeft meer gewoon dat ik... Kijk, ik kom uit een leven voor het voetbal wat niks met voetbal te maken had. Weet je, ik heb geen betaald voetbaljeugdopleiding gehad. Dus ik was ook niet begeisterd daardoor of zo. Het was meer op een gegeven moment dat ik in de gaten kreeg na mijn tiende dat ik waardig kon voetballen. En dat er mensen in mijn omgeving zeiden van hey, kom bij ons voetballen en jij kan veel meer. En juist ja, in die tijd, dus toen ik ook uiteindelijk betaald voetbal ging spelen, had ik ja, best wel veel mensen om me heen die ondernemend waren, daar ook succesvol in waren. Dus ik heb ook best wel wat afgekeken van die mensen. En als ik nieuwsgierig was, ging ik ook gewoon er naartoe en kan je het me uitleggen. En ja, zoals meneer Van der Valk altijd zei, handjes laten wapperen en oortjes open. Ja, zo is dat eigenlijk gegaan. Ja, en merkte je dat bij de spelers om jou heen en nou ja, al jouw vrienden in het professioneel voetbal, dat die er ook veelal zo in zaten? Of denk je toch dat er bij veel meer anderen een hele stressvolle beslissing is die ook wel een emotionele klap geeft als je dan stopt met voetbal? Nou, ik denk dat de jongens die geen stress hadden, waren de jongens die een studie hadden gevolgd. Vrij vaak wel een hbo-studie. Die wisten van, hey, als ik stop met voetballen, dan heb ik in ieder geval straks iets waar ik op terug kan vallen. Of de jongens zoals ik dan, die al echt wel bezig waren over het feit van, hey, het stopt een keer. Dus ga er wel voor zorgen dat als je stopt, dat je niet op dat moment pas gaat kijken, wat ga ik nu doen? En ik heb zoveel jongens gehad die... Vrijwillig of niet. Hè? Want sommige jongens kiezen er ook gewoon voor om te zeggen, nou, ik ga straks lekker weer in de haven werken. Ik kom uit Rotterdam en ik ken best wel jongens die in de haven terecht zijn gekomen. Ja. En gewoon aangepakt hebben. En dat doen ze ook. Is ook een keuze en is ook prima. Maar ik heb ook jongens gezien die helemaal niet over nagedacht hebben en die nu financieel het ook best wel moeilijk hebben. Ja, zeker. Hey, Geert, kan je nog herinneren dat er... wat was het eerste dat je deed toen je gestopt was, wat absoluut niet kon of mocht toen je nog prof was? Ben ik altijd benieuwd naar. Nou ja, vooral ik was vooral heel erg klaar met alle verplichtingen die ik had. Mm-hmm. Ik in het voetbal. Hè, er wordt heel veel van je verwacht. Je zit heel in een heel geregisseerd schema. En dat vond ik heel vervelend. Dus je ging gewoon naakt de straat op die dag erna. Dat doe ik nog steeds. Dat vind jij even. Nee, ja, nee, maar het was zo echt in die tijd op dat moment dat ik dacht van, hey, ik wil gewoon even een jaartje niet gewoon dingen moeten. Hè. We hadden bijvoorbeeld een vaste vrije dag op woensdag. En daar moest je dan alle activiteiten die je buiten het voetbal deed, die je zelf voor jezelf en ook voor mijn werk, wat ik daar buiten had, die moest ik op die dagen plannen. En dan als je dan een keer een wedstrijd had verloren en de trainer was niet tevreden, dan moest je opeens je vrije dag inleveren. En dan kon ik al mijn afspraken gaan verzetten. Ja, daar was ik helemaal klaar mee. Dus ik heb echt wel een jaar gewoon geen afspraken. En gewoon, ik heb gewoon gedaan wat ik doe. Mensen belden op. Ja, ik ga een paar dagen naar Rusland mee. Ik had een vriend die ging bij Corpot kijken. En dan ging ik gewoon mee. Dat is goed, we gaan een paar dagen Sint-Petersburg. Zo heb ik een jaar... En mijn vastgoedwerk ging wel door. Maar even helemaal geen voetbal meer. Ja, Geert, we hebben het nu gehad over eigenlijk het zwarte gat dat niet bij jou bestaat. Ik wil eigenlijk even terug naar het begin van je carrière. Je hebt het net al even benoemd. Je begon pas laat met voetbal. Volgens mij was je 13 of 14 of zo. En je had geen BVO-opleiding, zoals dat zo mooi heet. En op je 20ste rolde je bij Excelsior naar binnen. Waarna je volgens mij wel een aantal jaar nodig hebt gehad om en fysiek en mentaal en tactisch op het niveau te komen. Precies dat, ja. Wat ervoor nodig was. Ik kwam binnen bij Excelsior en... ik dacht van, nou, je hebt wel aardig gedaan bij de amateurs. En toen zag ik opeens van wat die jongens allemaal in huis hadden. Wat ik miste. Ik miste een stuk fysiek. Ik miste een fatsoenlijke trap. Techniek, daar zat ik wel goed mee. Want ik was doelpunt te maken, dus mijn techniek klopte wel. Maar vooral die dingen, ja, daar heb ik echt ook in die eerste 2-3 jaar bij Excelsior ook zelf echt in moeten investeren om bij te komen. Wij deden vaak met Damien Hertog en Michiel Sol deden we na de training lange ballen trappen naar elkaar. Of latje trappen en dergelijke dingen. Nou, ik kan je vertellen, ik heb heel veel potjes verloren in het eerste jaar. Maar daarna dan ging het omdraaien en ik pakte ook nog wat extra tijd. Ja, toen werd ik opeens winnaar, weet je. Dus het zit ook heel veel in jezelf. Ja, en denk je dat je ondanks de achterstand waar je mee begon, dat je toch...
alles uit je carrière hebt gehaald. Je hebt ook een tijdje in het buitenland gespeeld. Daar gaan we misschien zo nog even over hebben. Maar ben je tevreden met wat je eruit hebt gehaald op Robben en Ribéry en Oudena? Sommige momenten kan ik best wel zeggen, ik heb een mooie carrière, maar er zijn ook echt wel momenten. Als ik bijvoorbeeld naar de documentaire van Michael Jordan kijk, The Last Dance, ik weet niet of jullie die gezien hebben. Ja, zeker. Genieten. Dan denk ik wel eens dat er momenten zijn, ja Geert, je had nog wel meer tijd eraan kunnen besteden. Er zijn ook momenten geweest dat ik dat echt wel gedaan heb. Maar ook momenten dat ik dat niet gedaan heb. En dan kan ik zeggen, oké, je had er misschien wel meer uit kunnen halen. Maar je bent tevreden, kijk je terug. Oh, zeker. Ja. Ja, maar misschien was dat ook wel niks. Maar misschien was dat ook wel niet het aard van het beestje. Want als ik jou ook zo beluister, was jij ook al gedurende die carrière gewoon bezig met meer dingen. En wilde jij ook meer dan alleen het voetbal. En dat is dan ook wel weer waarom jij het waarschijnlijk vrij goed op orde had na je carrière. Nou, het was ook een kwestie van een beseffen, denk ik. En naarmate ik ouder ben geworden, dat is heel, heel gek. Ik heb een aantal jaar bij een veteranenteam gespeeld, 35 plus. En daar was ik zonder arrogantie met was ik veruit de beste. En toen ging ik van mijn medespelers eisen. Eigenlijk wat ik zie, wat Michael Jordan eiste van zijn medespelers. Ik ben niet altijd de beste in mijn elftal geweest. Ik ben wel eens een van de betere geweest, maar nooit echt de beste die er echt bovenuit stak. Maar ik was wel heel fanatiek. En op het moment dat een speler in mijn team had die mij uitdaagde, dan ging ik niet verliezen, weet je wel. Ik deed er echt alles aan. Ik liep voorop, ik liep er nooit weglopen met maakt niet uit wat. Ik was echt wel fanatiek. Alleen had ik misschien op sommige momenten nog wel meer tijd eraan kunnen besteden. En natuurlijk miste ik een opleiding, een jeugdopleiding. En natuurlijk heb ik pech gehad dat toen ik bij Louis van Gaal en AZ mee trainde in de voorbereiding, dat Louis zei na 4 weken, jongens, er steekt 1 bovenuit, dat is Geert. En op het moment dat ik spelen nu verkoop, ga ik Geert aanschaffen. Weet je, natuurlijk heb ik een keuze moeten maken van toen het duurde, oké, dan ga ik weer voor Excelsior. Maar ja, het zit wel eens mee, het zit wel eens tegen. Je had het net over The Last Dance en ik heb dat ook allemaal gebinged deze week. Ik was er later aan begonnen omdat ik wilde hype altijd even laten gaan en dan duik ik erin. Wat mij het meest verbaasde was dat gewoon vanaf begin jaren 90, waar die documentaire begint, er zijn overal camera's. Ja. In kleedkamers, bij trainingen. Die spelers hebben geen privacy. Hoe zou jij dat gevonden hebben als voetballer? Ik had daar nooit zoveel moeite mee. Nee, want uiteindelijk ben ik daar om gewoon te voetballen. En Michael Jordan was daar om gewoon het beste basketbal te laten zien. Ik had daar nooit zoveel problemen mee. Alleen er zijn spelers die zich anders gaan gedragen. Op het moment dat de camera's bijstaan, het gaat ten koste van hun spel. Ja, dat had ik nooit. Maakte mij niet uit. Jij kon wel tegen die druk van de media. Zeker. En ik maakte er ook een leuk spel van. Ik had altijd heel, heel, heel goed contact met journalisten en dergelijke. En ik werd ook wel eens kritisch ondervraagd. Maar het was voor mij ook een kans om wel eens even een ander geluid te laten horen dan dat je heel vaak hoort in interviews. Nog steeds. Dan denk ik, stop met het interviewen van bepaalde spelers, want die zeggen niks. Doe dat dan niet. Alleen maar mediatraining. Daar kan ik een hele batterij van opnoemen, ja. Ja. Misschien een leuk bruggetje naar je periode in Zweden. Ik heb er ook een tijdje op het niet na te noemen niveau gevoetbald en gewoond. En ik ben volgens mij net als jij ongelooflijk fan van de stad en het land Stockholm. Maar daar werd je volgens mij in de rust ook nog eens geïnterviewd, toch? Gewoon midden in de wedstrijd kwam gewoon een journalistenkleedkamer in of net buiten de kleedkamer van, hoe gaat het? Nee, het was zo. En dat is nog steeds. De wedstrijden worden daar ook gewoon live uitgezonden. En dan pakken ze een keyspeler van de eerste helft, die pakken ze erbij. En je bent ook gewoon verplicht om dan inderdaad live op Fox, is dat dan hier in Nederland, maar daar. Je krijgt letterlijk, zoals ik nu heb, even een koptelefoon op je hoofd. En dan praat je met een anchorman die in de studio zit. Praat je een paar minuten mee en dan loop je door naar de kleedkamer. Dat was ook heel normaal. En als je net je sprintje getrokken hebt, moet je even uithijgen nog. Is het letterlijk zo snel? Ja, nee, maar dat was zeker zo. Dus je ziet natuurlijk wel eens zwaar gehavend uit of vermoeid uit. Normaal gesproken word je helemaal gesminkt, maar daar ging je gewoon bang live zo in één keer date erin. Hey Geert, je hebt natuurlijk bij best wel wat mooie clubs gespeeld. Wat was voor jou nou de meest bijzondere tijd? De tijd waarmee ik het meest plezier heb gehad. En dat is bij twee clubs geweest. Dat is bij RBC geweest in Roosendaal. Twee hele leuke jaren gehad. En mijn jaar in Zweden, dat was wel een jaar waarin ik heel veel geleerd heb. Waarin ik opeens
ja, ik kwam daar en na een maand speelden we voorronde Champions League, weet je. Dus dat was, wel een stap. Weet je, alles heb je die tune gehoord op het veld of was dat toen nog niet? Nee, dat was nog niet. Shit. Nee, en ik weet ook niet of in de voorronde wedstrijd of die tune... Volgens mij moet je die tune verdienen. Ze zagen jou het veld opkomen en dachten we, die doen we nog even niet. Nee, we doen even, iets anders. Heb je hem wel zelf geneuried terwijl je er stond? Nee, ik was meer bezig met de Zweedse taal. Zweedse volkslied en dergelijke. Ja, dat was mooi. Geert, vind jij jezelf achteraf, nu gezien je carrière, een cultheld? Ja en nee. Omdat ik niet zou kunnen beschrijven waarom ik voor mensen een cultheld ben. Maar ja, ik weet wel dat ik anders was dan anderen. Ja. Dus ja. Dat komt ook. Mm-hmm. Alleen ik weet niet waarom. Maar ja, ik kan wel een paar dingen zeggen. Weet je, ik kwam uit een niet-voetbalmilieu. Mm-hmm. En ik kwam bij Excelsior. En daar waren dan soort van regels omdat dat nou zo hoorde te zijn. Dus als je te laat was op de training, ik noem maar wat, dan kreeg je dus een boete. Terwijl je ook wel eens gewoon overmacht hebt. Mm-hmm. Ja, ik was een speler die ging altijd op tijd de deur uit. Op een gegeven moment was er rond Rotterdam. Er stond heel de ring van Rotterdam stond vast vanwege een zwaar ongeval. En toen kwam ik binnen, toen kreeg ik opeens een boete. Ik zei, ja, dat ben ik het niet mee eens. Dus iedereen ging natuurlijk lachen. Ja, ga jij maar met de trainer praten. Ja, ja. Dus ik ging met de trainer praten. Toen kwam hij na 10 minuten het kleedkamer en zei, nou Geert, ik heb me gehalveerd. Ik zei, nee, we gaan niet halveren. Ik wil hem helemaal niet betalen. Nee, jij betaalt dus, trainer. Dus ja, zo was ik. Als mensen uit de nek zaten te kletsen. Of weet je, ze durfden om vanwege hun positie niet kritisch tegen een trainer te zijn. Of een mening niet durven geven. Dat deed ik gewoon. En dat vond de trainer ook wel eens niet leuk. Nee, dat klopt, maar ik ging niet voor een trainer pleasen, zo was ik niet. Nee. Misschien ben ik daar ook om... Ik heb aversie opgeroepen bij mensen in het publiek. Omdat ik ook zei, ik werd een keer gebeld, we moesten uit bij Rode JC spelen. En toen werd ik gebeld in de week ervoor of ik wat wilde zeggen in het boekje van Roda. Weet je, dat is een programmaboekje. Hier komt hij, jongen. En toen zeiden ze, wat vind je van Rode JC? Ik zei, nou, ik vind het een hartstikke mooie club. Alleen ik begrijp niet waarom jullie zo Duits zijn. Weet je, als je een doelpunt maakt, is het Roda 1, Vitesse 0. Ik zei, waarom al dat Duitse gedoe? Nou, toen kwam ik uit het stadion. Hadden mensen een bord gemaakt. De oude klootzak, weet je wel. Scheisse. Heel de wedstrijd uitgescholden. Wel gescoord. We wonnen wel, volgens mij, ja. Ja. Maar ja, weet je, dat had je wel eens. Dus ik, mensen konden me haten, om zo te zeggen. Maar ook liefhebben vanwege mijn stijl van voetballen en doelpunten die ik gemaakt heb. Ja. En in het begin haten wij eigenlijk ook. Maar misschien leuk voor de luisteraars om helemaal onze eerste ontmoeting te beschrijven. Jij bent namelijk de laatste van de jury en presentator van de voetbalpodcast wordt die aansluit. Robert Maaskant is geweest, Diana Kuip. Wietse van de Groot. En nu jij als laatste die ons eigenlijk, hoogstpersoonlijk heb ik gehoord, de award door de neus heeft geboord. Verklaar je nou. Als het hoogstpersoonlijk zou zijn geweest, zou ik dat gelijk zeker gezegd hebben. Ik draai er niet omheen. Maar ik weet je wat het was? Wie was het wel? Eigenlijk moet het zo zijn, de podcast wordt zoals die toen is, die moet eigenlijk verdeeld worden in categorieën. En dat betekent de categorie zoals jullie me hebben. We kletsen gewoon lekker weg over voetbal en we lachen erbij. Dat is heel erg belangrijk, humor. En de podcast die won uiteindelijk, de jongens van Vice. Ja, daar zat zoveel research in. En wil ik niet zeggen dat jullie geen research plegen hoeft. Maar er zat doen we niet, qua tijd maar... alles klopte gewoon. Ja. En jullie podcast, als je een andere categorie maakt, zou ook alles kunnen kloppen, weet je wel. Als ik verschillende podcasts ga beluisteren die een uitvoering hebben zoals jullie doen, dan ga ik er ook wel heel veel skippen, weet je. Dan denk ik van, ja, je kijk even naar je collega's, kan veel beter. Ja. Hey Geert, we hebben natuurlijk heel veel humor, hè? kijk jij James Bond of niet? Vroeger. Oké, want je hebt ook in één film gespeeld. Want wij hebben namelijk lookalikes. En we hebben deze week als lookalike. In Casino Royale speel jij. En dan ben je Le Chiffre. Ja.
dus de chef van de keuken? Nee, dat is die bad guy en die heeft zo'n heel stoer, zo'n litteken over zijn oog. Oh, en met dat oog, wat hij in zijn oog heeft, dat dingetje. Ja, dat ben jij. Mats Mikkelsen. Wel iets. Ja, nou, als ik wellicht heb ik een carrière gemist, joh. Ik zie nu zijn foto even niet, misschien voor de... Morgen op onze, al onze kanalen, Geert. Op onze social media kanalen kan je het terugvinden. Nu. Okay. Maar Mads Mikkelsen is een vrij succesvolle acteur. Is het niet een Deen of een Zweed of zo? Ja, nee. Oh, je bedoelt die gast. Hij is toch Zweeds? Is het ook die gast die met... Want dat is een Zweedse acteur. Die Jachten. Heeft hij met die... hoe heet die gast? Die bokser? Die Sylvester Stallone. Is het zo? Ja, die grote gast in Rocky 4. Jij kan het beter zijn dan wij. Rocky 4? Nou, dat zegt mij helemaal niks. Die blonde gast uit Rocky 4. Ja, hier heb je dus de hoeveelheid onderzoek die we doen. Ik google het gelijk even. Rocky 4. Wat weten jullie van Rocky? We weten alleen maar iets van voetbal. En zelfs dat valt mee. Ja, je denkt Rocky, de Rocky-jagers. Nee, oké. Maar Geert, we gaan afronden. En daarom nu wil al? Ik wel dat je. Nee, jawel. Jawel, daarom wil ik wel dat je. Ga je uit. Ik heb het nu al. Doem, 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 doem